In aanwezigheid van staatssecretaris Raymond Knops, de nationale ombudsman, wethouder Jan Nieuwenhuis en directeur Hans Portenge is donderdagmiddag in de bibliotheek Oegstgeest het 200ste informatiepunt Digitale Overheid geopend. Je wil een plek waar mensen gemakkelijk kunnen komen, wat laagdrempelig is. En een bibliotheek doet al heel veel dingen, bijvoorbeeld taalkursussen en voor mensen die minder taal- of digivaardig zijn. Dus het lag wel voor de hand dat we samen met de Koninklijke Bibliotheek, maar ook met de uitvoeringsorganisaties van de overheid, de handen in één hebben geslagen en gezegd, we willen één punt creëren waar alle informatie voorhanden is, waar mensen vragen kunnen stellen en waar mensen ook gewoon met mensen in gesprek kunnen en niet alleen afhankelijk zijn van een keuzemenu via de telefoon of via internet. Meer informatiepunten, digitale overheid, zijn hard nodig volgens de nationale ombudsman. Het komt erop neer dat heel veel mensen hebben even een steuntje in de rug nodig om wel digitaal te kunnen. En ze hebben ons verteld, hè, ja precies, dus hoe doe je dat dan? Nou ja, dat is toch om dat contact te maken fysiek, even iemand helpen, uitleggen hoe het werkt, aanwijzen op het scherm, hoe werkt de muis, hè? Zulke simpele dingen zijn soms heel erg belangrijk en dan help je mensen alweer op weg. En dat lukt niet online, dat lukt eigenlijk alleen maar als je naast iemand zit en hem op weg helpt. We hebben gemerkt, ook de afgelopen anderhalf jaar met corona, dat fysiek en sociaal contact heel belangrijk is. En we hebben ook gezien bij de toeslagaffaire, dat als er geen mogelijkheid meer is tot contact, dat er grote ongelukken kunnen gebeuren. Dus de overheid zou zich verplicht moeten voelen en voelt zich ook verplicht om dat goed te regelen. En dat doe je dus door ook voor een bepaalde groep die niet via de digitale weg zijn weg kan vinden, dat die gewoon kan spreken met mensen, met functionarissen van de overheid. En als je vandaag een vraag hebt en je wordt geholpen en je hebt morgen weer nieuwe vragen, ben je weer welkom. Je zou denken, een digitaal punt voor de overheid zou eigenlijk in het gemeentehuis moeten zijn. Maar daar denkt de ombudsman toch anders over. Ik vind zo'n bibliotheek wel beter eigenlijk. Want ja, bij een gemeentehuis denk je toch, oh, hoge trappen en een burgemeester en een ambtsketting. En hier is het gewoon, nou ja, hier komt iedereen naar binnen. Voor een boek, voor een krant, voor een praatje. Dus het is laagdrempeliger dan een gemeentehuis. De medewerkers zijn er klaar voor, maar vanzelf is het niet gegaan. Het is een uitdaging ook voor ons, hè, omdat het een hele andere maatschappelijke functie weer is waar je een rol in wil hebben. Op zich is natuurlijk informeren en adviseren wel iets wat we doen, maar we hebben mensen wel getraind. Getraind op basis van kennis, maar ook hoe voer je zo'n gesprek en hoe moet je uit de emotie blijven. En vervolgens is natuurlijk, en dat heb ik net ook wel benadrukt, het is heel belangrijk dat je goed kan doorverwijzen. Want het is niet zo dat wij op alles een antwoord hebben of altijd kunnen helpen. Je moet ook de partners zoeken die dan behulpzaam kunnen zijn.